The nuclear debate in the Netherlands just got real. For years, I didn't expect the Netherlands to become a place of significance in the nuclear world. Although we do have a small body of nuclear experts at the Technical University in Delft and NRG in Petten. But since the People's Party for Freedom and Democracy, the VVD, the biggest in the country has come out in favor of nuclear energy the discussion has truly flared up let me show you what the party's leaders said and do note all of this is on non-opinionated national television Ik hoop dat we er rationeel naar kijken en niet op de achterhaalde beelden van de jaren 80 doen als je serieus bent met klimaat en met co2 terugdringen dan moet je kernenergie ook serieus nemen Op een VVD-bijeenkomst pleit Klaas Dijkhoff vorige week voor een open discussie over kernenergie. We hebben jarenlang eigenlijk gewoon ook er niet over gehad, over kernenergie volgens mij. Ja, zaal 3b van de VVD-congres werd er vurig voor gepleit. Maar in de mainstream discussie was het weg. Het strookt niet met het argument dat je zegt we moeten er alles aan doen om onze energievoorziening CO2-vrij te maken. Vandaag maakt hij het nog iets concreter. Vindt u dat er nu gekeken moet worden of we kerncentrales moeten bijbouwen? Ja, wij zullen dat zeker inbrengen. Uh, we hebben ons hele ambitieuze doelstellingen gezet die goed zijn voor het klimaat. Uh, dan moet je dus op andere manier in stroom komen. Wind is prima, zon is prima. Uh, maar alle andere dingen die we daarbij nog nodig hebben, die stoten CO2 uit. Kernenergie niet. Uh, met kernenergie, zon en wind kun je een mooi pakket maken dat we altijd weten dat we genoeg stroom hebben, geen CO2 meer uitstoten uh, en dat het dus goed is voor het klimaat en onszelf. Zegt u, zonder kernenergie zijn de klimaatdoelen eigenlijk niet haalbaar? Ik heb nu nog geen pakket gezien waarbij je uh, je energie kunt omzetten CO2-neutraal. Zonder kernenergie, waarbij je wel kunt garanderen dat die stroom er is. Um, uh, en waarbij je ook kunt garanderen dat ons land en hoe we nu leven door kunnen gaan. Coalitiegenoot D66 voelt helemaal niets voor kernenergie: vanwege het afval en de hoge kosten. Met dat geld kun je zoveel mooie dingen doen. Als het gaat om het aanpakken van huizen, het beter isoleren van huizen. en het helpen om de industrie te vergroenen. investeer ik dat geld liever in een echte transitie. dan in een oude techniek. Maar ja, hoe dan verder? Want Klaas Dijkhoff zegt. Ik zie eigenlijk geen mogelijkheid. om de klimaatdoelstellingen te halen. zonder kernenergie. Op dit moment zijn heel veel mensen bezig om een klimaatakkoord te sluiten. Dat komt, als het goed is, eind dit jaar. D66 zet erop in dat we uh, dan gaan halveren in de CO2-uitstoot. Ik ben ervan overtuigd dat het kan met slimme, schone technieken. En dat we daar kernenergie, in ieder geval in Nederland, niet voor nodig hebben. Dit is een thorn in mijn zijde, omdat ik voor deze partij heb gestemd in de laatste paar Mainly because of hun support voor educatie en gezondheidszorg. I've been discussing with the party leader about their stance on nuclear energy, but so far he won't budge. Obviously, this is a non partisan issue for me, and it supersedes all other issues. So whichever party truly wants to commit to nuclear will get my vote in the end. In any case, it promises to become a very busy period for me because this is what I do. I educate people about the merits of nuclear energy, and my services are needed in my own country now more than ever. Een grote kerncentrale en dan praat je over drie keer zo groot als borstelen. Dus dat is gelijk een grote hoeveelheid elektriciteit die je dan krijgt, kost tussen de 8 and 10 miljard euro. En het uh, duurt er om erbij tien jaar om te bouwen. Dus je zou in 2030 ruimschoots uh, een kerncentrale weer in, in werking kunnen hebben. Hij staat nog net niet te juichen, maar deze hoogleraar die bij de TU Delft onderzoek doet naar kernenergie is blij met de opmerkingen van Dijkhoff. Het is een beetje de uh, nou ja, olifant in de kamer waar niet over gesproken wordt. Maar kernenergie kan wel degelijk een uh, belangrijke bijdrage leveren. En juist ook in combinatie met hernieuwbare energie. Een rapport van de MIT laat zien dat een, een geheel CO2-vrije energievoorziening met kernenergie twee keer zo goedkoop kan zijn dan zonder kernenergie. Dus het, het hele systeem samen, daarin kan kernenergie een hele goede rol spelen. Het heeft geen CO2-uitstoot, dat klopt. Dus eh, het draagt niet bij aan de opwarming van de aarde. Kijk, we zijn er niet principieel tegen. Het is heel erg pragmatisch. Moeten we daar energie, onze energie uit kern halen als er ook schone oplossingen zijn? Milieuorganisaties vrezen dat de focus op kernenergie ten koste gaat van duurzame alternatieven. Milieudefensie vindt kernenergie geen onderdeel van de oplossing. Het is duur en het leidt tot uitstral, uitstelgedrag. Een kerncentrale die nu in Groot-Brittannië wordt gebouwd kost 30 miljard euro. Dat is zoveel als het gehele Nederlandse klimaatbeleid voor de komende. Mocht Nederland toch voor meer kernenergie kiezen, dan volgt het daarmee het voorbeeld van onze omringende landen. Momenteel komt de elektriciteit in ons land amper van kernenergie. We hebben één kerncentrale die slechts 3% van onze elektriciteit levert. In Duitsland is dat met zeven centrales al vier keer zoveel. De twee centrales in België leveren maar liefst de helft van alle elektriciteit. Frankrijk telt 19 werkende centrales en die nemen ruim twee derde van de elektriciteitsvoorziening voor hun rekening. Het is een en en we hebben zoveel energie nodig, CO2-vrij. Dus als wij het klimaatprobleem uh, serieus nemen, denk ik dat we ook serieus naar kernenergie moeten kijken. En dan een van de best viewed pundits absoluut smashed it. Ik laat een link in de description below. Dank you wel voor het kijken en een nice dag.